In 2012 kwam ik in Arnhem wonen. Wat mij meteen opviel aan de stad was haar sterke sociale cohesie. Dat komt misschien omdat Arnhem de koploper in Gelderland en nummer 4 van Nederland is als het gaat om armoede. Ik ga in deze serie onderzoeken welke hulp er allemaal in Arnhem mogelijk is als je er even niet meer uitkomt met je financiën. In deze aflevering laat ik je zien hoe je geld kunt besparen op kleding. Koop je ook wel eens tweedehands kleding? Nee. Waarom niet? Omdat ik gewoon nieuwe kleren koop. Maar dat doe ik meestal aan vakantiegeld, hè? Met vakantiegeld kom ik dan gelijk kleren halen. Dat wel, ja. Koopt u ook wel eens tweedehands kleding? Ja. En waar gaat u dan naartoe? Ja, ik heb in Oosterbeek gewoond. Daar had ik een vast adresje. Heel leuk hoor. Ja. Ook mooie dingen gehaald, ja. Oh, ja. Mooi. Is te doen allemaal. Daarom, dat soort dingen moet je wel doen als je krap zit. Kopen jullie wel eens tweedehands kleding? Nee, nooit. Nee, nooit. En waarom niet? Ja, waarom eigenlijk niet? Ja. Ik heb toch een beetje een vies idee. Een van de vele tweedehands kledingwinkels in Arnhem is de Re-Share Store in de Koningsstraat. Het is onderdeel van het Leger des Heils. De opbrengst komt volledig ten goede aan het hulpaanbod van deze organisatie. Bijvoorbeeld aan projecten met tienermoeders, jeugdzorg of arbeidsreïntegratie. Ik spreek storemanager Edith van der Roer en zij legt me uit dat het merendeel van de kleding uit het magazijn in Deventer komt. Ook krijgen ze veel donaties in de winkel zelf. Ik stel de vraag die bij de meeste mensen als eerste naar boven komt als je het hebt over tweedehands. Wordt de kleding wel gewassen? Nee, wij krijgen in principe ook heel veel nieuwe kleding gedoneerd. Mm-hmm. Dus ook van bedrijven die faillissement hebben gehad of oude partijen, restpartijen. Dus dat is eigenlijk allemaal al helemaal schoon. En voor de rest vragen we eigenlijk aan de klanten die hier doneren, doneer schone kleding. Ik moet zeggen dat het grotendeels schoon is. Ja. En hoe selecteren jullie de kleding? Letten jullie op het materiaal of de gaten in zitten? Of? Ja, beide eigenlijk. Vooral het moet natuurlijk draagbaar zijn. En echt de categorie 1, dat je zegt van, dat pilt een beetje en het ziet er toch wat minder uit. Dat sturen wij wel naar het hoofdkantoor. We proberen toch een beetje het niveau hier wel wat hoger te houden. Okay. Want welke prijzen hanteren jullie in de winkel? Is er een maximumprijs voor tweedehands kleding? Of? Nee, elke artikelgroep heeft zijn eigen prijsrange en dat zijn 4 categorieën ongeveer. De eerste zegt 2 à 4 euro, mm-hmm. De duurste is 13, 15 euro. We hebben ook daarnaast een eigen naaiatelier. Als mensen hier kleding kopen, kunnen ze het laten vermaken. Als een broek als die te lang is, dan kan het iets korter gemaakt worden. Maar we maken ook van oude spijkerbroeken maken we nieuwe tassen bijvoorbeeld. Of schorten of mm-hmm. placemats. Jullie proberen echt het materiaal te recyclen. Allemaal hergebruiken. Ja. Nu is het zo dat hier natuurlijk ook mensen komen die een beperkt budget hebben. Ja. Hoe vaak komt dat voor? Heel veel. Ja? Ja. Eigenlijk als je in gesprek gaat met mensen, is het eigenlijk denk ik wel meer dan 50% wat hier toch wel, of in de schuldsanering of ergens een geldprobleem heeft. Ja. Ja. En, of daklozen hebben we ook veel. Dakloze mensen komen hier ook hun kleding halen. Ja. En wat zijn de verhalen die je dan hoort? Hè? Wat de reden is dat mensen in de schulden zijn geraakt of minder geld te besteden hebben? Dat wisselt een beetje voor iedereen. Maar er zijn toch ook wel heel veel mensen die toch een beetje door niet hun eigen invloed toch in de schuldsanering zijn geraakt. Mm-hmm. Problemen door scheiding, je huis kwijt. Dan vaak doordat je die problemen hebt, ga je drinken. Dan ben je helemaal, dan kom je in de opvang terecht en zo word je ineens dakloos. Ja. En er zitten ook mensen bij die gewoon hooggeschoold zijn. Dat wil helemaal niet zeggen dat je eigenlijk al vanaf het begin af aan geen baan hebt gehad. Mm-hmm. Of door scheidingen, vooral scheidingen en huizen kwijt. Ja. Ja.
En hoe vind je dat, dat die mensen hier komen, je hoort die verhalen? Ja, het doet best wel veel met je. Mm-hmm. Ik moet zeggen dat doordat je weet dat je mensen helpt met alleen maar te luisteren, geeft het ook wel weer een voldoening. Mm-hmm. Ik kom eigenlijk uit een andere branche. Ik ben eigenlijk modeontwerpster geweest. Okay. Dus ik ben eigenlijk ontwerpster geweest. Mm-hmm. En zat altijd te tekenen achter mijn computer. Maar hier heb je echt met mensen te maken en de verhalen van mensen. En dat geeft eigenlijk zoveel meer voldoening. Dan denk ik dat je ook wel eens dingen tegenkomt dat je denkt van, goh, dat hadden ze anders moeten doen. Zijn er dingen die je vaak tegenkomt waarvan je denkt, ik zou dat willen meegeven aan mensen van, doe dit juist wel of doe dit niet? Ja, ik wil eigenlijk niet te veel oordelen over mensen. Ik wil eigenlijk hoofdzakelijk aanhoren, mm-hmm. hun verhaal aanhoren. Want als je gaat oordelen, ja, je kan je ook niet verplaatsen in iemands leven. En je weet ook niet of het hun eigen fout is of dat het door het toedoen van een ander is. Dus daar wil ik me eigenlijk niet te veel in verdiepen. Ja. Ik hoor het vooral aan en ik neem het mee, vaak. Ja, ja. En dan denk ik er thuis ook nog een beetje over na. Jullie hebben ook wel eens acties met de Richard Store. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, we hebben elk jaar delen we tegoedbonnen uit aan mm-hmm. mensen die het wat moeilijker hebben. Dan kunnen ze voor 10 euro hier in de winkel komen winkelen. Mm-hmm. We geven ook bonnen aan de voedselbank. De voedselbank die stopt dan in pakketten voor gezinnen, yeah. bijvoorbeeld. En we hebben natuurlijk ook wel eens mensen hier die toch om kleding komen vragen. En dan of we sturen ze door naar de andere legerdeshelswinkel, de korpswinkel. Of ja. we proberen hier te kijken wat we voor ze kunnen betekenen. Wat mij opvalt in Arnhem is dat er heel veel particuliere weggeefgroepen zijn op Facebook voor speelgoed, meubels, maar ook voor kleding. Margret van Soest is een van de Arnhemmers die zo'n groep heeft opgericht. Ze begon hier 12 jaar geleden thuis al mee. Ze is vooral in Malburger erg bekend omdat ze altijd wel iets kan regelen voor mensen die het even zwaar hebben. Ze heeft nu een officiële ruimte in het Bruishuis in Malburger en daar legt ze me uit wat ze precies doet. Ik heb een kledingbank. Het is niet dezelfde als die de gemeente heeft. Mm-hmm. Wij zijn juist hem eigenlijk voor de mensen die net boven het minimum zitten, waarbij ze niet bij de kledingbank van Arnhem zelf kunnen zijn. Die worden doorgestuurd door een wijkteam. Ja. Of hier uit de buurt, dat ze op Facebook hebben gekeken. En dan meld ik ze bij mij in de computer aan. En dan kunnen ze bij mij 1 of 2 keer in het half jaar kunnen ze een kledingpakket komen uitzoeken. Je zegt, de mensen die bij jou komen, die komen eigenlijk niet in aanmerking voor de gemeentelijke regels. Klopt. Daar zetten ze net een paar euro boven. Ja. En dan ja, vervalt die regel. En komt dat vaak voor, dat mensen dan er net buiten vallen? Ja, vooral mensen die een klein stukje uitkering hebben en daarbij werken. Mm-hmm. Die vallen echt net boven die grens, omdat ze een paar euro te veel hebben. En hoe werkt het als iemand bij jou komt en die zegt, ik heb kleding nodig? Wat ga je dan allemaal na? Sowieso het gezin zelf. Hoeveel personen zitten er in het gezin? Wij gaan niet via Gelrepas of de boeken in. Wel gaan we een gesprekje aan van, goh, hè, hoe komt het dat jij dat niet krijgt via de gemeente? Hoe komt het dat je het sowieso nodig hebt? En die proberen we dan ook weer terug te kaatsen naar de hulpmiddelen, wijkteams, gemeente. Ja. Waar bestaat zo'n kledingpakket dan uit? Sowieso 3 of 4 broeken. Bij je vrouw dan kun je ook uit jurken, rokken kiezen, t-shirten. Eventueel ondergoed voor kinderen. Voor volwassenen doen we dat niet. Sokken, ja, van onder naar boven, jassen. En hoe kom je aan de kleding die je hier weggeeft? Merendeels uit de wijk zelf. Mensen komen spontaan kleding brengen wat ze niet meer gebruiken. Ook wil het voorkomen, kom jij een kledingpakket halen, nemen ze de kleinere kleding mee. Dus en af en toe de stad in. Ik zeg op z'n Hollands gezegd altijd lullen voor spullen. Hoeveel mensen halen nu gemiddeld bij jou kleding? In de maand komt dat eigenlijk wel op tussen de 100 en de 150 mensen. Dus als iemand 1 keer in de 3 maanden mag halen, heb je dus tussen de 300 en 450 mensen die dus echt kleding nodig hebben omdat ze het zelf niet kunnen betalen? Ja. Wauw. Dat zijn de drukke maanden. Het wil ook voorkomen dat je er veel weiniger hebt. Mm-hmm. En dan juichen we het eigenlijk alleen maar toe. Ja. Maar hoe minder mensen je krijgt, hoe meer ze zelf weer hebben gedaan. En wat zie jij voornamelijk waarom mensen bij jou komen halen? Wat is de reden dat ze het niet kunnen rondkomen, dat ze kleding nodig hebben? Nou, je hebt wel bepaalde groepen. Je hebt
groepen die de drempel niet over durven eigenlijk. Mm-hmm. En dan is dit een makkelijke drempel, omdat je toch meer huiselijk bent. Uit de wijk zelf komt, ze kennen je een beetje. Je hebt mensen die door wijkteams worden gestuurd, die gewoon nergens voor een aanmerking komen. Mm-hmm. Maar je hebt ook mensen via mond-op-mond reclame van, goh, ga daar eens kijken als je iets nodig hebt. En ook mensen die denken van, goh, van de kinderbijslag kan ik ook een nieuwe ijskast kopen. Wie wellicht dat maakgat kan helpen. Dus die moeten eigenlijk een keuze maken tussen kleding en goederen voor het huis. Ja. Wat is de reden, denk je, dat er zoveel mensen niet rond kunnen komen in Arnhem? Dat is een moeilijke. Van het kastje naar de muur worden gestuurd, vooral. Ja? Ja. Mensen willen wel, maar mensen die weten de weg niet te vinden. Mm-hmm. En dan staan ze of bij de gemeente. Ja, maar de gemeente zegt, ga dan naar de Stadsbank, heette dat vroeger, maar nou Budgetbeheer volgens mij, plangroep. Je hebt Rijnstad, die ook vaak zegt van, goh, ga naar de gemeente, wij kunnen je niet helpen. En dan word je echt van het kastje naar de muur gestuurd. En de ene rekening moet met de andere rekening verheffend worden. Ja, en dan zak je gewoon weg. Margret heeft tussen de 300 en 450 mensen in haar bestand staan die regelmatig een pakket kleding komen halen. Ik had haar gevraagd of ze die mensen uit wilde nodigen als wij er waren, maar dat bleek moeilijker dan gedacht. Niet iedereen wil om verschillende redenen voor de camera zijn verhaal doen. De mensen die wij spraken kwamen voor iemand anders halen. Toppie. Ik heb geprobeerd alles erin te doen wat er gevraagd is. Mocht er nou nog iets ontbreken, heb je nog iets nodig, dan hoor ik dat heel graag. Ja? Ja, dank u wel. Alsjeblieft. Fijne dag. Hetzelfde. Doeg. Doeg. Hoi Linda. Goedemorgen, ik kom spullen ophalen. Ja, ik heb voor het gezinnetje heb ik in principe alles erin zitten. Ja. Alleen de maat schoenen kon ik niet vinden. Oké. Okay. Mochten de maat schoenen er zijn, dan geef ik even een geel via... Pb'tje. Oké, okay, top. Ja? Ja, helemaal super. Verder wel goed met de mensen? Ja, ja, grote gangetje. Nou, ja. Ik hoop dat ze er wat aan hebben. Ja, mochten vast ze wel, toch iets missen, dan vast hoor wel. Ik ga ze straks even blij maken. Is goed, toppie. Ja, nee, oké, okay, super, dankjewel. Ja, jij ook bedankt voor het halen. Ja, geen dank. Hi. Hi. Jij haalt niet voor jezelf, maar voor iemand anders? Ja, voor een vriendin van mij. Voor een vriendin. Ja. En zij is alleen of met een gezin? Ja, zij is alleenstaande moeder met twee kinderen. Oké, okay. En dat is lastig voor haar om rond te komen, begrijp ik. Ja, ze zit in de bijstand. En mm-hmm. Ze kan op een of andere reden kan ze niet werken. Ja. Dus vandaar dat ze het niet echt al te breed heeft. Oké, okay, duidelijk. Ja. En jij hebt nu voor haar een pakketje gehaald. Ja. Je hebt de kleding denk ik wel eens gezien die ze gekregen heeft. Ja, ja. Wat vindt ze daarvan? Ja, vindt ze heel tof. Echt dat soort dingen bestaan. Dat, mm-hmm. gewoon, dat mensen geholpen worden hiermee. Ja. Ja. Nodig je vrienden en vriendinnen uit voor een kledingparty. Het is superleuk om... oude kleding die je hebt, die je niet meer leuk vindt, waar je op uitgekeken bent, te ruilen met vrienden, waardoor je zelf weer nieuwe items hebt en je vrienden ook blij zijn. Wat ik altijd doe is, als ik iets graag wil, dan spaar ik er eventjes voor. Ik geef graag iets meer geld uit aan een heel mooi item dan dat ik drie items heb voor minder geld. Dat zorgt ervoor dat je echt iets hebt waar je blij mee bent en waar je ook... langer mee doet. Wat ik zelf mijn klanten altijd adviseer is om met liefde en aandacht met je kleding om te gaan. Dat wil zeggen, was het voorzichtig. Zorg ervoor dat je een beetje erop let als je het in de wasmachine gooit. Dat je niet broeken met ritsen erbij doet. Dat je kleding binnenste buiten draait voordat je het gaat wassen, want dan blijft het langer mooi. In Arnhem heb je heel veel verschillende tweedehands winkels. Het is super leuk om daar kleding te kopen. Je hebt unieke items en je kan echt diamantjes vinden, spullen uit de jaren 80, maar ook nieuwe items. Sommige zijn echt nog zo goed als nieuw. Sommige mensen vinden het misschien raar om kleding te kopen van andere mensen, maar het is goed gewassen en het verdient zeker een nieuw leven. Je kan natuurlijk ook altijd je kleding verkopen. Je kan met Koninginnedag een kraampje voor de deur nemen, maar je kan ook op Marktplaats en andere sites je kleding verkopen en dan krijgt de kleding een nieuw doel. En met het geld kan je weer wat nieuws kopen. Ondanks dat het nog best vroeg is, loopt er genoeg publiek de winkel in.
Ik wil weten waarom ze speciaal naar de Recherche Store komen. Ik hou van tweedehands spullen. Je kan heel goed leuke dingen kopen voor weinig geld. Ik vind dat heel fijn. Natuurlijk in onze maatschappij nu is het heel fijn om geen nieuwe spullen te kopen. Dus om te recyclen vind ik ook heel fijn. Ja. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Wat bent u aan het zoeken? Een mooie jurk eigenlijk, dat het past bij mijn, bij mij. Ja? Heeft u een speciale gelegenheid dat u een jurk zoekt? Eigenlijk wel. Mijn kleinkind is jarig. Gefeliciteerd. Dank je wel. En wat is speciaal de reden dat u naar deze winkel komt? Ja, tegenwoordig... tegenwoordig eigenlijk al lang. Ik vind het zo zonde als je zoveel geld voor kleding of voor... Schoenen zijn ook belangrijk, maar hier kan ik een hele goede kwaliteit van de schoenen ook vinden. Ik ben altijd wel geïnteresseerd in jacks, populaire jacks. Ja, merkkleding? Hoeft niet per se, maar als het maar lekker sportief uitziet. Ja. En als u hier kleding koopt, wat bent u dan gemiddeld kwijt, denkt u? Nou, dat tussen de 10 en de 25 euro maximaal. Ja. Ja. En als u het nieuw zou kopen? Ja, dan zullen ze drievoudig, viervoudig, hè? Zomaar. Ja. Ja. Wat is de reden voor u dat u tweedehands kleding koopt? Eigenlijk meer om anderen te voorzien van goede kleding die wat minder bedeeld zijn. Dat is een beetje onze insteek. Ja, en dat zijn dus, vrienden of familie van ook, u? Ja, maar ook vluchtelingen helpen wij. Daar zijn we heel actief mee. Wat nobel. Dus dat, dankjewel. Ja, en zijn zij wel blij met tweedehands kleding? Oh, geweldig. Ja? Ja. We zijn een beetje vader en moeder van een aantal vluchtelingen. Oké. Okay. Dus die proberen toch netjes uit te laten zien, ja. Ja. Kom je hier vaker? Ja. Hoe vaak gemiddeld? Ik denk, koop ik niet altijd wat, maar wel om te kijken één keer in de week of in de twee weken. En wat is de reden dat jij tweedehands kleding koopt? Omdat ik zelf nogal voor duurzaamheid sta en ik heb zelf een vintage winkel. Dus dan ontkom je er niet aan. Nee. Om van je eigen winkel natuurlijk, dat draag ik uit naar anderen toe. Dus dat wil ik natuurlijk ook zelf blijven doen, anders voelt dat niet echt eerlijk. Qua inkomen, heb jij voldoende inkomen op, om kleding te kopen? Of is dat ook een reden dat je zegt, kies wat vaker voor tweedehands? Nou, tegenwoordig heb ik genoeg inkomen, maar vroeger als kind hadden wij dat niet. Nee? Nee, wij kregen letterlijk vuilniszakken van mensen die onder ons in het flat woonden of boven ons, dat kregen wij binnen. En dan waren we blij als er meisjeskleding in zat, en soms zat er jongenskleding in. En dat voelde voor ons aan als Sinterklaas, dus daar grijden wij vrolijk in en dan hoopten we daar iets in te hebben wat we aan konden doen. Mm-hmm. Maar vond je het niet lastig met kleding van een ander lopen als kind zijnde? Nou, mijn moeder zei altijd met stel, word je geboren, dat kun je niet kopen. Ik heb er zelf nooit moeite mee gehad en een van mijn zusjes ook niet. En een ander zusje, die krijgt met een stok naar binnen. Ook niet in mijn winkel. Maar ja, mijn moeder, mijn zusjes, ik verder doe niet anders. Dus, En vanuit je jeugd, wat heb je geleerd om met geld om te gaan? Zijn er dingen dat je zegt, dat is me bijgebleven, als ik dat niet had meegemaakt, dan... Geef nooit uit wat je niet hebt. Ik kan niet rood staan, ik heb geen leningen. Geef nooit uit wat je niet hebt. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Waar bent u naar op zoek? Ik zoek kinderkleden. Ik kom altijd voor kinderkleden. Ja? Voor uw eigen kinderen? Nee, voor familie. Voor familie. Neefjes, nichtjes? Neefjes, vriendinnen. Voor alles. Ja. Koopt u ook wel eens kleding voor uzelf hier? Af en toe wel. Ook. Ja? Ja, en wat koopt u dan bijvoorbeeld? Schone. Ja? En broeken. En soms blozen. Mm-hmm. Kijk wat voor. Ja. En koopt u hier ook omdat u wat minder te besteden heeft? Ja, omdat is ook goedkoop voor mij. Want het is lastig voor u om nieuwe kleding te kopen? Ja. Ja. Ook als je andere nieuwe kleden, dan is het veel te duur eigenlijk voor mij.
To Switch in Arnhem staat bekend om het aanbod, meubels en huisraad. Maar ze verkopen ook veel tweedehands kleding. Omdat ik nieuwsgierig ben naar de kledinginzameling, heb ik een rondleiding aangevraagd. Huub Kwekkeboom leidt mij rond door het enorme magazijn en sorteercentrum aan de Westervoortse Dijk. Ik kijk er letterlijk mijn ogen uit. Dit is dus de hal waar alle textiel verwerkt wordt, wat binnenkomt. En dat is een enorme hoeveelheid. Ja, ik zie het. Dit is per jaar 600.000 kilo. En waar komt dit vandaan? Dit komt uit de textielcontainers die in de gemeente Arnhem staan. Dit is alleen maar van Arnhem. Hoeveel staat hier? Is dit de opbrengst van een week of een maand? Dit is ongeveer een week. Dus ongeveer 15.000 kilo wat hier nu staat. En dit is ook ongeveer de hoeveelheid die per week maximaal verwerkt kan worden hier in de sorteercentrale. Van de spullen die binnenkomen, hoeveel is bruikbaar? Wat hier in deze container zit, ongeveer 12 tot maximaal 15% is echt weer het draagbare kleding. En daar is ook nog 10% is echt afval. Dus dan moet je denken aan douchematjes of allerlei kleding waar verf in zit of vervuiling wat in textiel zit. En dat kan meteen weg. En van de spullen die niet herdraagbaar zijn, wat doen jullie daar dan mee? Daar proberen we nog een andere bestemming voor te vinden. Daar wordt fijnmazig nog verder gesorteerd op materiaalsoort. En voor sommige producten is men bezig om te kijken of je dat chemisch zou kunnen vervezelen tot een nieuw product, waar je echt weer nieuw product van kunt maken. Maar je kunt je voorstellen, hier zit ook materiaal in dat we niet in de winkel verkopen. Dan hebben we misschien over tafellinnen, oud tafellinnen of andere stoffen. En daar gaan we kijken of we daar weer nieuwe producten van kunnen maken. Met Arnhemse ontwerpers en designers. Zoals Mitte Engelaert en dergelijke ontwerpers. Ja, dus dan wordt het hergebruikt. Ik schrik wel een beetje van de hoeveelheid. Wat gooien mensen dan allemaal weg? Wat is dat? Nou, mensen die kopen om te beginnen heel veel textiel, nieuw textiel. Maar de kwaliteit van het textiel is veel lager dan 10 jaar geleden. En dat maakt het ook lastiger om het opnieuw te dragen. Dus vaak is het al na 1 of 2 keer dragen is het model eruit of de vezel is niet meer wat die is. En dan wordt het snel afgedankt en dan komt het in de container. En dan kan iemand anders er eigenlijk ook weinig mee. Ja. Dus dat is eigenlijk het grootste probleem wat we zien met textiel. Okay. En elke zak gaat open en wordt handmatig gesorteerd. Ja. Kun je me dat laten zien? Dat kunnen we laten zien. Dat is hiernaast. Wat zie ik hier? Dit is het textiel wat binnenkomt, wat hier gesorteerd wordt. En dat wordt gesorteerd op winkelkwaliteit en op andere soorten en ook op seizoen. Want je zult begrijpen, er zitten 4 verschillende seizoenen. En hier wordt ook de tassen, de riemen, de schoenen worden apart eruit gehaald. Die worden op een andere plek gesorteerd. Mm-hmm. En dat geldt ook voor huishoudtextiel, zoals dekens en lakens, gordijnen. En die worden ook apart op een andere plek gesorteerd. Ja, en jullie sorteren in categorieën van het seizoen. Is het ook nog mannen- en vrouwenkleding? Nee, dat is in een mix. We gaan dat in een mix aanbieden, want in de winkel bieden we ook alle soorten kleding aan. Mm-hmm. Dus we gaan niet allemaal per stuk op voorraad splitsen op mannen, vrouwen en kinderen. Wordt de kleding ook nog gewassen? Nee, want we hebben daar natuurlijk heel lang ook wel over nagedacht. Van waarom zou je de kleding niet wassen? Het eerste wat mensen doen die tweedehands kleding kopen, is die kleding gaan wassen. Ja, dat is eigenlijk een beetje dubbel. En voor het milieu moet je ook afvragen van ja, waarom als wij alles zouden gaan wassen, dat is dan niet nodig. Maar het wordt toch daarna meteen weer gedaan. Ja, klopt. En kom je hier wel eens dingen tegen dat je denkt van hé, dat is bijzonder dat ik dat vind in de kledingzak? Ja, wat we tegenkomen is soms compleet nieuwe kleding. Dan heb je het niet alleen over de laagwaardige kwaliteit kleding soms. Maar je hebt ook hele dure kleding die gewoon verkeerd gekocht is. Of schoenen en tassen waarvan je afvraagt, ja, waarom doet iemand dit weg? Het is eigenlijk nog gewoon nieuw. Ja. En dat, ja, meestal blijkt dan dat we toch allemaal zoveel kopen dat we toch weer een deel misschien helemaal nooit dragen. En na lang bewaren toch uiteindelijk denken van ja, ik draag het niet, dus nou doe ik het maar weg. En letten jullie ook nog een beetje op de mode? Ja, we kijken ook iets van 3 seizoenen terug. Dat merken we ook in onze winkels, dat dat ook gewoon blijft hangen. Dus het heeft ook weinig zin om dat aan te bieden. En hier wordt het dan opgeslagen in seizoen. Wat ja, je hier ziet. De zomerhoedjes. Ja, dit is zo'n box, daar zit zo'n ruim 100 kilo zomerkleding in. En deze kleding die staat hier achter opgeslagen. En op het moment dat het seizoen aanbreekt, gebruiken we dit om de winkels te bevoorraden.
Want behalve de winkel in Arnhem, hebben jullie ook nog een andere plaats winkels? We hebben 12 winkels. We hebben er 10 in Overijssel en Gelderland. En eentje in Brabant en eentje in Noord-Limburg. En die worden vanuit hier met kleding bevoorraad? 6 winkels worden vanuit hier bevoorraad. En op andere plekken hebben we ook een sortering van een minder groot volume. Maar die worden vanuit de regio bevoorraad met textiel. Margret doet meer dan alleen maar kleding uitdelen. Ze zamelt ook speelgoed in en rondom de feestdagen maakt ze allerlei kerst- en Sinterklaaspakketten. Een bezige bij dus die het goed lijkt te gaan. Toch is haar financiële situatie anders dan je zou denken. Zelf zat ik ook in de bewindvoering. Oké. Voor 18, 19 jaar terug zelf een fout gemaakt door een budgetbeheer te nemen. Het bleek alleen een bona fide bedrijf. En dan, ja, dan ga je. Je weet het niet meer zelf op te lossen. En dan krijg je ook nog eens huisuitzetting met 2 kinderen. Toen de tijd had je dus het budgetbeheer die de ene rekening naar de andere rekening ook liet vallen. Dus dan kom je er nog dieper in. En nu zijn we 18 jaar verder, of 19 jaar, en hopen we er volgend jaar helemaal uit te zijn. Jeetje, ja. Dat is best heftig. Hoe is dat om zeg maar, met zo weinig geld te moeten leven? Wij konden het. Ik heb gelukkig een man die op de centen is. Mm-hmm. En wij hadden 100 euro in de week. Op het moment 150, ook vanwege reiskosten alles, naar ziekenhuizen. En ja, hij weet het gewoon precies uit te stippelen. Ik ben er eerlijk in, ik ken het niet. Ik ga naar een winkel en ik koop wat ik nodig heb. Maar het is ons gewoon geluk. En je zit zelf dus in de schulden en je helpt tegelijkertijd andere mensen die dus ook... Ja, eigenlijk weinig geld hebben. Waarom doe je dat? Ik denk dat het een stukje is uit het verleden. Zelf altijd armoede, of tenminste in het begin rijkdom gekend, tot mijn 4e jaar, 5e jaar. En daarna de armoede in. Je weet al wat het zelf is. Je weet dat als je kind bent, kun je al niet veel krijgen. Mm-hmm. En dat is wat mij eigenlijk wel heel erg raakte, totdat mijn dochtertje in het ziekenhuis kwam. Daar is de brok in de keel eigenlijk begonnen doordat er een meisje naast haar lag, geen knuffel had. Bij mijn dochter uit bedje is gehaald. Mijn dochter helemaal over de toeren, maar dan zie je ook dat dat kind helemaal niks heeft. En dat heeft eigenlijk de doorslag wel gegeven. Ja, dat je denkt, ik wil dat andere kinderen het beter hebben dan... Dan ik zelf en mijn kinderen. Ja. Heb jij zelf, hè, door alles wat je hebt meegemaakt, nog bespaartips voor mensen? Of dat je zegt, doe dit vooral niet... Of doe dit vooral wel? Hè, wat je uit eigen ervaring hebt gezien of misschien zelf hebt meegemaakt. Ja, je merkt ook wel veel jongeren willen tegenwoordig een PlayStation, een telefoon. En dat is begrijpelijk, mm-hmm. Maar wacht daarmee. Pak gewoon, waar ik heel erg van heb geleerd is van mijn man, pak gewoon 10 euro per dag. Doe het daarvan, mits dat je het dan hebt. En alles wat je over hebt, stop dat weg. En spaar dat op. Wat zijn uw grootste lasten per maand? Dat is de hypotheek. Hoeveel procent denk je dat je van je inkomen besteedt aan je woonlasten? Dat is wel veel. Ik denk 60. 60% woonlasten.